Mevrouw Volkens. Een verklaring beloof ik. De heer Glas. Een verklaring beloof ik. Gistermiddag werd de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. En deze raad beslist na de herindeling nu ook over Ten Boer en Haren. Er was veel publiek aanwezig bij de benoeming van de 45 raadsleden. De vorige raad telde 39 leden. Er zijn 23 nieuwkomers, dus ruim de helft van de raadsleden heeft geen raadservaring. GroenLinks was de grote winnaar van de verkiezingen en heeft met 11 zetels de leiding bij de formatiebesprekingen die op dit moment plaatsvinden. Er wordt nu gewerkt aan een coalitie van GroenLinks, Partij van de Arbeid, ChristenUnie en D66. U zei, we gaan het anders doen, we gaan over links. Wat gaat u anders doen? Ja, ik begrijp heel goed dat u die vraag stelt en dat u daar nieuwsgierig naar bent. We zijn achter de schermen keihard aan het werken. We hebben gewoon hele mooie ideeën voor de nieuwe gemeente. En we hopen binnenkort daar snel uitsluitsel over te geven. U wordt dan leider van de grootste coalitiepartij. Dat is toch wel heel bijzonder. Het is inderdaad heel bijzonder en we zijn ons bewust van de verantwoordelijkheid die we krijgen. En we willen dit gewoon goed gaan uitvoeren. En ik denk dat dat gewoon het belangrijkste is met het vertrouwen wat je krijgt, dat je het ook gewoon gaat doen. Er zijn heel veel nieuwe raadsleden. Die raadsleden hebben eigenlijk allemaal best weinig ervaring. Maakt u zich zorgen over de kwaliteit van de raad? Het is altijd jammer als er ervaring weggaat. Hè. Dat zie je nu ook heel veel. We hebben een afscheid genomen van meer dan 20 raadsleden die ervaring hebben. Ontzettend jammer. We moeten dus gewoon zorgen dat we de nieuwe mensen gewoon goed leren hoe ze het vak onder de knie krijgen. En dat is natuurlijk wel een uitdaging. Maar er zit, als ik kijk naar mijn eigen fractie, zit er echt wat talent bij. Ik denk dat heel veel nieuwe mensen die op deze lijst staan ontzettend veel kwaliteit hebben. Dus ik hoop gewoon dat we een hele mooie toekomst tegemoet gaan in de nieuwe gemeente Groningen. De SP mocht van GroenLinks niet meedoen aan een nieuw college en is nu de grootste oppositiepartij. Ik blijf het ook teleurstellend vinden van GroenLinks en de Partij van de Arbeid dat ze liever voor een economisch liberale partij als D66 kiezen. Ze hadden naar de SP moeten kijken, maar wij zullen de komende jaren flink oppositie gaan voeren en ervoor zorgen dat deze stad echt veel menselijker en socialer gaat worden. Wat zijn dan uw uitgangspunten? Nou, zo willen wij ervoor zorgen dat mensen die een laag loon hebben of lage inkomens, dat die er flink op vooruit gaan de komende jaren. We zien dat er weer economische groei is in de stad, maar ook in de rest van het land. En het is nu de hoogste tijd dat mensen die de afgelopen jaren aan het einde van de maand nog een stuk maand over hebben, dat ze aan het einde van de maand nog wat in hun portemonnee over gaan houden. En daarmee ook een keer leuke dingen kunnen gaan doen in plaats van voortdurend op een houtje moeten bijten. De raad telt nu 2 eenmansfracties. Wat zullen de raadsleden van u te horen krijgen? Nou ja, dat we goed op de centen van de burgers moeten passen. En dat we niet alles over de balk gaan gooien aan klimaathysterie en allerlei grote prestigeprojecten. Maar dat we de voorzieningen voor de burgers, dat we die op peil houden en dat we daar vol voor inzetten. De sociaal-maatschappelijke taken, die zijn belangrijk in een gemeente. En niet alle ego-projectjes van GroenLinks, zeg ik dan maar. Onze uitgangspunten zijn vooral een betere samenwerking en een betere cohesie zeg maar, tussen de alle inwoners van de stad. Dus de stadlanders, zoals we ze nu moeten noemen, en ook de studenten. Dat die groep meer één geheel wordt, dat vinden we heel belangrijk. De nieuwe raad benoemde daarna een tijdelijk college van wethouders. Matthias Gijsbertsen, Roeland van der Schaaf, Paul de Rook en Joost van Keulen. Die wethouders maken vermoedelijk ook deel uit van het nieuwe college. Behalve Joost van Keulen van de VVD, die niet deelneemt aan het nieuwe college. Hij neemt ook geen plaats in de raad. Vindt u dat jammer? Nou ja, wel. Ergens wel. Aan de andere kant, ja, ik heb hier 12 jaar op het stadhuis mogen rondlopen. Dus ik heb veel meer bereikt dan ik ooit zou hebben gedacht te bereiken. Dus ik heb er wel vrede mee. Ik vind het wel mooi. Weet u wat u gaat doen? Nee, nog, ja, dus ik heb 5 opties lopen op het moment, dus ik weet het nog niet precies. Maar ik vind het wel heel fijn dat iedereen daar zo geïnteresseerd in is. Eén ding is zeker, ik ga niet lang op het wachtgeld zitten. Wees niet bang.